Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Fashion Dilemma's. Met vandaag alles over de perfecte look voor een tuinfeest. Wat voor tuinfeesten, dat laten jullie in het midden. Maar jullie zijn nogal wat van plan, want ik heb echt meerdere Fashion Dilemma's binnengekregen over tuinfeesten. Dus wie weet dat ik ook nog word uitgenodigd. Daarnaast de crop top. Het blijft een eeuwige vraag. Hij blijft altijd weer terugkomen. Kan het nou wel? Kan het nou niet? Ik denk dat ik jullie het verlossende antwoord deze aflevering ga geven. Daarnaast hebben we natuurlijk ook de fashion break. En daarin maken jullie kennis met mijn nieuwe bril. Een spraakmakend montuur. En natuurlijk hebben we ook de fashion stelling. En die heeft vandaag alles te maken met matte lippen. Ja, je hoort het goed. Matte lippen. Kortom, tijd voor het eerste dilemma. Ik moet echt graag gaan shoppen, want ik heb maar twee lange broeken. Maar hoe kan ik ervoor zorgen dat ik er elke keer toch weer leuk uitzie met dezelfde broek? Hallo Imadelief, dankjewel voor je dilemma en ik zou het kopen van een nieuwe broek nog even uitstellen. Want misschien dat je door deze tips nog wel een tijdje met je oude broek kunt doen. Een paar tips om je broek toch anders te laten lijken is om er verschillende schoenen bij te combineren. Zo kun je natuurlijk sneakers bij je broek dragen, maar ook laarsjes met een hak bijvoorbeeld is een optie. Je hebt ook laarsjes zonder hak of misschien hou je meer van een wat nettere schoen. En met je bovenkleding kun je hetzelfde doen. Ik draag hier een blouseje, dat ziet er natuurlijk wat netter uit. Met sneakers wordt het weer wat stoerder. Ik zou ook een t-shirt erop aan kunnen doen. Of iets combineren met een vest of een colbertje. En met al deze verschillende items kun je je broek een andere look geven. En dan valt het echt niemand op dat jij vaak dezelfde broek draagt. Heel veel succes met uitproberen. Soms mijn gezicht een beetje vettig. Ik gebruik soms dit. En zo'n blouseje. Maar dat helpt niet altijd even goed. Weet jij iets... Hoi Saar, nou ik heb precies hetzelfde probleem, dus ik heb zeker tips. Ten eerste moet je ervoor zorgen dat je de juiste crème te pakken krijgt die voor jouw huid goed werkt. Dat is gewoon een kwestie van uitproberen. Maar dan nog kan het nog wel eens voorkomen dat je gezicht gaat glimmen op een dag. En dan is het perfect om een pakje zakdoekjes bij de hand te hebben. Met de zachte kant van je zakdoekje dep je je gezicht en je ziet dat het echt matter wordt zonder dat je poeder gebruikt. Dit is een tip die ik echt dagelijks toepas. Je kan het ook met een wc-papiertje doen mocht je even niks anders voor handen hebben. En ze verkopen daar ook echt papier voor wat je bijvoorbeeld van Catrice kunt kopen. Maar dan betaal je er weer meer voor. En je weet, ik let altijd op de kleintjes. Dus ik hoop dat je iets aan deze tip hebt. Dan is het nu tijd voor de fashionstelling. In de video van afgelopen week droeg ik deze lipstick. Een matte lipstick genaamd Kendall. Natuurlijk, Kendall Jenner. Deze week heb ik weer een matte lipstick op. Dat is deze. Die is van Sleek. Een knalrode kleur. Die heb ik gekocht via Lovies. Ik ben er zelf helemaal gek van en ik vind het geweldig. Maar wat vindt de rest van Nederland nou eigenlijk? Daarom de stelling van deze week. Matte lipstick mag niet ontbreken in je collectie. Ik vind dat matte lipstick zeker in je collectie thuis hoort. Ik heb er nu ook één op. Het is super mooi, het staat bij alles en het is ook heel netjes. Ik vind dat een matte lipstick niet mag ontbreken in je collectie, maar glimmend vind ik ook wel leuk. Zelf hou ik heel erg van matte lipstick, maar ik vind niet dat het per se in je collectie moet. Wij zijn het ermee eens, omdat lipgloss ook vaak glossy is en omdat matte lipstick vaak wel overal bij je past. Oké. Zometeen meer in deel 2 van de fashionstelling. Laat je mening ook even weten via de poll. Alright guys, jullie weten inmiddels wel dat ik erg veel van brillen hou. Je kan er niet genoeg hebben natuurlijk, hè? Maar wel van een lage prijs. En ik had weer eens een website ontdekt genaamd Firmo. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. En daar heb ik dus weer een nieuw montuur besteld. In zo'n leuke brillenkoker kwam die aan met een soort van wereldkaart. En dit is het montuur dat ik uit had gezocht. Een enorme bril. Met kleur ook nog eens. Zo, nou zie ik mijn camera eens. Daar ben ik dus. Een erg heftig, misschien clownesk montuur. Niet iedereen zal dat mooi vinden. Maar ja, goed. Een bril mag ook soms wel eens een grappig kantje hebben. Daarnaast zie ik er gewoon goed door. Dus voor autorijden of tv kijken is die sowieso goed. Maar kijk nou even naar al die leuke kleurtjes die erin zitten. Met die lippen kan het eigenlijk echt niet hoor. Dit is wel heel opmerkelijk en opvallend. Maar nou, duur was die ook niet. Volgens mij kostte deze bril alles inclusief met glazen $40. Dus niet echt duur voor een bril. Mocht je nou ook een bril van deze website willen proberen of in ieder geval kijken, check dan eventjes mijn Instagram. Daar heb ik een foto geplaatst met deze bril. En er staat ook een kortingscode bij. Dus voel je niet verplicht, maar... Ik hou altijd erg van koopjes, dus ik dacht,
Ik deel het ook even met jullie. En laat ook trouwens even weten in de reacties hoe jullie hem nou vinden staan. Want stiekem ben ik toch wel heel erg benieuwd. Hoi, ik vind dat matte lipstick niet kan ontbreken. Ik heb zelf ook heel veel matte lipsticks. Ik vind matte lipstick persoonlijk een mooier, maar met een grondje kan natuurlijk ook. En ik vind echt dat je een matte lipstick in je collectie moet hebben. Wij vinden dat zeker waar. We vinden matte lipstick echt super mooi. Ik heb zelf ook 4 matte lipsticks en ik vind het heel vaak iets gewoon leuk afmaken. Ik weet nooit zo goed of ik een crop top kan dragen naar school, aangezien sommige mensen het misschien te bloot vinden. Nou, crop top dragen naar school, kan het wel of niet? Nou Tessa, je bent niet de enige die met dit dilemma zit. Er zijn echt meerdere kijkers. En ik begrijp de vraag wel. Zelf vind ik dat het eigenlijk best wel kan, zolang je het maar niet te gek maakt. Dus persoonlijk zou ik er altijd een high-waisted broek of rok bij dragen, zodat die crop top precies aansluit en je eigenlijk net geen buik ziet, behalve als je je armen omhoog doet. En dan vind ik het eigenlijk prima kunnen. Je kan er nog een jasje op dragen of een vest, als dat wat fijner voor je voelt. Maar als je het op deze manier draagt, vind ik het best kunnen. Hoi Denise, ik vraag me af wat ik kan aantrekken naar mijn verjaardag. Ik word bijna 14 en hou een tuinfeest. Wat kun je het best aan met een tuinfeest als je het snel koud krijgt, maar toch niet wil laten lijken alsof je het koud hebt? Hallo Janna, eerst voor jou van harte gefeliciteerd alvast. En ik vind op een verjaardag mag je laten zien dat je jarig bent. En dat kan bijvoorbeeld met zo'n rok. Deze heb ik van Lovies, in de beschrijving heb ik hem ook gezet. Het is een echte glitterrok, dus hiermee sta je sowieso in de schijnwerpers. De hakken zijn natuurlijk een optie. En mocht het dan wat kouder worden, en dan kom ik ook gelijk op het dilemma van Floor. Zorg dan dat je een sjaal bij je hebt. Dan kun je een lekkere sjaal om je schouders heen gooien. Mocht je nou voor een stoerdere look willen gaan en echt even wat aan willen trekken, dan zou ik adviseren om bijvoorbeeld een spijkerjasje of een leren jasje zoals ik erbij te dragen. Dat maakt gelijk de rok weer wat stoerder. Dus meiden, enjoy the party en heel veel plezier bij jullie tuinfeest. Duimpje omhoog als je net als ik niet kan wachten tot de 81.000 abonnees. Want dan komt er een speciale video online. Onder de video van afgelopen week waren jullie al aan het speculeren wat dit precies kan zijn. En ik kan jullie vertellen, er zaten een aantal reacties bij die wel heel dicht in de buurt komen. Maar laten we nog even doorgaan. Like de video, deel hem. En vergeet natuurlijk niet te abonneren voor meer van mij. En dan zie ik jullie heel graag aanstaande dinsdag om 4 uur weer terug. Tot dan! Tjalaas!